hand? Meneer? Zou ik iets voor u misschien? Zie je gelijk hoe lastig het is om toch weer die informatie op te halen als je ergens naar kijkt. Hè? Ja, die is heel lastig, maar goed om te zien. We gaan nu kijken. Nee, de volgende terug. Kom maar even naar buiten, dan mag je met mij praten als je. Ja. Dan kan de rest toch horen wat je wil zeggen. Ik heb 112 gebeld bij deze. Oké, politie, zeg ik maar. Ja, wij zijn in het huis. We zien iemand inbreken bij de Wat is het? Ja, ik ben er ook. Kunt u mensen hier een mes geven? Droeg een winterjas met een beetje groen capuchon met zo'n bondkraag eraan. Man. Kleurboek? 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 Ik kan het niet zien, volgens mij kan het niet. Spijker. Oké, heeft u huiskeurtje van vandaag? Nee, is hij nog steeds aanwezig? Hij komt nu uit en nu de lamp. Hij heeft net mee. Welke kant? Hij gaat richting nummer 12. Oké, kunt u nog steeds in de zicht houden van mij? Ja, hij staat bij een auto. Houdt u hem in zicht, blijf uit het zicht voor hem. Zorg ervoor dat u hem zelf in zicht moet houden. Politie is onderweg, ze zijn met enkele minuten bij. Probeer hem in het zicht te houden. Probeer hem in het zicht te houden. Hij is nou bij de auto. Wat voor auto is het? Het is een Volkswagen. Kom op, hij gaat nou weg. Oké, dat is zover. Groot verschil hè, als je kijkt naar beide koppels, hoe er opgetreden wordt. Uiteindelijk worden er door allebei de koppels de keuze gemaakt. Om de politie te bellen, maar de ene is offensief, hè, dus die gaat erop af, die gaat met de verdachte praten. En jullie kiezen ervoor om offensief te blijven en gaan filmen. Ja. Voor allebei wat te zeggen, niks is goed, niks is fout. Hier hebben we het aan, want ik kan de aan de slag. En hier hebben we het aan, wordt misschien wel de inbraak voorkomen. Beide kan. En je moet vooral iets doen waar je zelf prettig bij voelt. Heel simpel, jullie hebben er niet voor gekozen om met de politie te werken, dus dat mag ook misschien verwacht worden. Dat je hem gelijk in elkaar vak op houtgreep en einde casus. Die fans zitten in de boeien. Dat mogen we zeggen. Oké, maar hier zit je wel in je eigen huis, dat is een anders huis. Hè? Ja. Ja, en ja. 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 Dat kan allemaal, hè? Je moet eigenlijk op alles voorbereid zijn. Dus, maar het is gewoon mooi om te zien om het verschil qua optreden. Kijken. Iedereen heeft een eigen manier van handelen. Wat doet dat dan? Hey, de informatie die zij zo van mij gaan krijgen is als volgt. Zij krijgen de informatie die jullie net hebben doorgegeven. Jullie, de collega's, jullie die
inbraak, zeelement, van alles. Zij gaan uitstappen en dan gaan ze gewoon naar de omstander. De slede naar achter trekken en op het moment dat hij allerverst is, laat je hem los. Moet je wel met kracht doen. Loslaten. Pa, juist. Wie wil? Nou is hij geladen. Nou is die patroon die bovenin zat, is in de kamer. En als je nu de trekker overhaalt, dan komt er een schot. Mag je een stabiele houding aannemen? Mag je even hier gaan staan? En probeer een beetje in een gevechtshouding te gaan staan met je voeten. Dus eentje voor, eentje achter. Heupen gelijk, dus niet zo ingedraaid, maar recht naar voren. En sluit je je wapen helemaal op. Juist, probeer niet aan de onderkant, maar echt te omvatten. Toch? Ja. Dat is echt een mannenrecht. Rest vast achter. Ik krijg het niet meer lekker gecoördineerd. Dat is een niet gecoördineerd. Dat is een niet gecoördineerd. In de bol. Dat is gewoon toch ook op. Te snel met het trekken, rustig vloeien. Ik probeer hier niet geschikt voor. Een schouder. Een zwarte bol, hè? Ja, oké. Oh ja, ik ben hier terug bij. En waar raakt hij? Eentje. Ik krijg. Ik zie de mensen in zijn kop. Dan zat hij net links te hoog.